Hey hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb heel veel reacties ontvangen op de vorige video, op die vlog. En ook reacties op een aantal ritjes. Ik ga een aantal van die reacties even met jullie doornemen. Maurice en Bernard hebben allebei geklaagd over het feit dat ik mijn gordel niet om heb. Nou, kijk eens jongens, ik heb hem speciaal voor jullie omgedaan. Nou ja, ik doe het eigenlijk voor mezelf. Ik was hem vergeten. En inderdaad Maurice, het is nog steeds verplicht hier in Nederland. Ja, hij woont Duinaander, dus dat kan hij misschien niet weten. Harry, die ik in de vorige vlog heb behandeld, ben ik gisterochtend tegengekomen in de file. We drukten allebei ons raam open en konden eventjes met elkaar praten zo. Ik wilde eigenlijk al eventjes verder met hem praten. Ik vroeg of hij geen bakkie in dat hok had. Ja, die heb ik wel. Maar die ga ik niet aanzetten. Nou, waarom niet? Nee, ik zit aan de telefoon. Ja, zeker met de hijglijn dan of zo, Harry. He? Heel de dag lekker. Moet jij weten, ook gezellig. Hans Kroos, die heeft een ritje zitten te bekijken en die werd compleet waargeziek. Van het gewiebel en het gezwabber. Hans, ik rij gewoon rechtuit hoor. Ik weet niet, maar ik probeer hem tussen de lijntjes te houden. En als je de eerste video hebt gezien, dat zou kunnen. Toen stond er heel veel wind. En anders gewoon even pilletje erin tegen wagenziekte en lekker verder kijken. Leuk dat je kijkt. Guido Maassen, die vroeg of ik mijn naam ook nog ga veranderen in Gerrit. Daar doelt hij mee op Gerrit de Barregaander. Nee Guido, ik heet Bart en geen Gerrit. Daarnaast vind ik mezelf niet zo bar. Ik ben eerder een puddingtrucker, want volgens Harry rijd ik dus in een batterijauto en niet in een Scania. Dus ja, dan ben ik niet bar genoeg kennelijk. Maakt mij geen reet uit, maar nee Guido, ook leuk dat je kijkt. Blijf gewoon Bart, trucking Bart. De buurman van Suzette, dat is Koen Groenewegen. Ja, weet het nog. Die is zo doof als een kwartel, want die kan mij niet horen. Hoe zou dat nou toch komen, Koen, denk jij? Die vroeg of ik wat harder kon lullen, want het is een Hagenaar. Gewoon even beter luisteren of een gehoorapparaatje in doen. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. Natasja, die meldde dat ze ervan houdt. Waarvan, Natas? Geen idee, waar hou jij nou van? Vertel dat eventjes. Ik hou ervan. Punt. Dat is toch geen info? Nou ja. En door. Dan hebben we nog Dave. Die vindt de Jolly Roger zo leuk. Als je dan denkt van, what the fuck is een Jolly Roger? Wat is die dude hier achter mij? Die piratenvlag. Dat heet een Jolly Roger. Heel goed Dave. Ik vind hem zelf ook leuk. Ik ben blij dat jij hem ook leuk vindt. Dank je wel. Dan hebben we nog ene Jeroen Schuiling. Dat is echt een mafklapper van de eerste orde. Je moet je ogen open doen, Jeroen. Want die melden namelijk, jouw auto staat altijd op de parking. Dus je kan allemaal geen video's maken. Nee, ik heb ze op de fiets gemaakt. Nou goed, wat een gek ben jij joh. Gewoon eventjes je ogen open doen. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik ook niks namelijk. Zo werkt het. Dan hebben we Petertje van Vliet. Die wil graag een keertje met mij meerijden. Mits de koelkast goed gevuld is met bier. We gaan niet elke keer een pist ophouden natuurlijk, Peet. Voor de rest zal het wel goed komen. Maar moet je nog eventjes wachten tot ik wat extra stevige veren onder die trekker heb laten zetten. Want anders gaan we er natuurlijk doorheen met jouw gewicht. Is dat niet de bedoeling? Paul van Rossum, die vindt het leuk. Nou Paul, ik ben blij dat jij het leuk vindt. Maar die Paul van Rossum, oude collega van me, die rijdt bij een baas. Oh jongens, dat is fantastisch. Echt werkelijk fantastisch. Die rijdt bij Kippie. Nou, daar wil ik wel een dagje bij rijden. Dan komt de halve vracht gewoon niet aan. Vreet ik gewoon lekker zelf op. Dan hebben we Patrick van der Harst, die durft niet met mij mee te rijden. Hij zegt dat hij het niet wil, maar hij durft het gewoon niet. Patrick, je bent gewoon bang. Zo zal het gewoon zijn. Dan hebben we nog de jongens van BM Interfreight in Zevenbergen. Dat zijn Björn en Michel, een paar maatjes van me. Die zijn een bevrachtingskantoortje opgericht. Kom niet eens meer uit mijn woorden. Die is mijn succes. Nou jongens, dankjewel. Ik wens jullie ook heel veel succes. Dat weet je. Ik vind wel dat jullie een beetje een rare slogan hebben. We hebben als slogan, deelvracht of compleet, van Mexicanus van de Shell krijg je een dikke reet. Ja, wat je er verder mee moet, weet ik ook niet, maar dat is hun slogan. Dan zou ik nog even terugkomen op Bernard Hammer van @helpzomertijd, dat is een Twitter-account. Die heeft op dat Twitter-account een poll geplaatst of hij hier daadwerkelijk achter het stuur zou gaan plaatsnemen. Of hij dat moest doen, ja of nee, daar heb ik natuurlijk in de vorige vlog voor uitgenodigd. Want Bernard zit er liever niet naast, die rijdt liever zelf. 71% van de stemmers, en er is wel wat op gestemd, 71% van de stemmers vindt dat hij hier achter het stuur moet gaan plaatsnemen. Dan heb ik hem al eventjes telefonisch opgebeld.
En wij zijn tot de conclusie gekomen dat we dat gaan regelen. Hij woont wel een eentje bij me vandaan, dus het kan misschien eventjes duren. Planning technisch gezien, maar het gaat gebeuren. En als dat gebeurt, maken we er uiteraard een hele leuke vlog van. Wil jij ook reacties plaatsen, dan kan dat. Doe het gewoon eventjes via Facebook, gewoon onder het filmpje hier. Of via Twitter, onder het filmpje daar. Heb je dat allemaal niet, stuur dan eventjes een mailtje naar ik wil ook heel erg graag een reactie geven @minitrans.nl. Dat is ik wil ook heel erg graag een reactie geven @minitrans.nl. Dan komt dat weer bij mij aan en ga ik jou misschien de volgende keer ook wel in behandeling nemen. Nou, het wordt prachtig weer voor het weekend. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Vergeet niet te abonneren. En doe dat ook!